Ik ben een tijdje geleden 22 geworden. Veel korter geleden 37. En je gaat toch anders kijken naar dingen. Het is raar. Maar ik hou erg van muziek. Maar tegenwoordig, ik vind het allemaal een beetje op elkaar lijken. Het is allemaal die R&B-achtige manier van zingen. Met die stembuigingen. Whitney Houston begon ermee. Toen kreeg je Mariah Carey. En nu weet je, elke jonge zangeres wil klinken als Beyoncé. En elke jonge zanger wil klinken als Beyoncé. Het is allemaal zo voorspelbaar. En het maakt ook helemaal niet meer uit wat er gezongen wordt. Ik zit te wachten op de Idols-kandidaat die opkomt en zegt... Hey, ik ben Barry en ik ga een R&B medley zingen van Nederlandstalige nummers. Waar komen jullie toch vandaan? Waar de smurfenhuisjes staan. Kunnen jullie door een waterkraan? Ja, we kunnen door een waterkraan. La 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 la. Thank you. Ja. Oh. Ja, bedankt voor het applaus. Het ondergraaft een beetje het kritische punt wat ik wil maken. Maar ja, ik pak gewoon elke lach die ik kan krijgen. Nee.